Wie kan op dit ogenblik de dingen uit elkaar halen? Rudy van Vlaanderen. Ik ben niet voor of niet tegen. Dit is het festival van Vlaanderen. De hel van Vlaanderen. Dat is zeker niet slecht gedaan. Kort op de bal gespeeld. Beste luisteraars, maar de patiënten, ja. Ik moet u waarschuwen, hè? Want hier begint mijn collega dokter van Vlaanderen aan zijn spreekuur. Oh, ja. Ik zit er niet goed van, ik ben aangekomen. Een wereldster. Oh, de zomerhit van 2018 is bekend, broeders en zusters. Het is Verover mij van Niels de Stadsbader. Ik kende het niet en ik ben dan toch maar eens gaan luisteren. Het is een cover van een heel triestig liedje van Kees Choice. Als dat een zomerhit is, dan is er heel goed nieuws voor de kenners. Moi je suis Saint-Nicolas, ik ben Sinterklaas. Een zomerhit om te beginnen, kies je die als de zomer voorbij is. Dat is dus op 21 september. Dan kan je namelijk vaststellen welk liedje de meeste impact heeft gehad op het publiek. Als meest gedraaide en zonnigste liedje van de zomer. Dan is de zomer pas voorbij. En dan pas maak je je rekening. En zonnig? Zonnig kun je dat niet noemen, hè? Zegt die even over mij. Wat is dat toch de laatste tijd met al die trieste gaards? Zal ik u nog eens een zomerhit laten horen? Kijk eens. Ja, dat is wat anders. En dit bijvoorbeeld. Sex on the beach. Het schurend scharniertje. Verover mij, verover mij. Kijk eens aan. Mijn zuster, wat is het van mijn zuster? Hey, geen kwaad woord, hey, broer, over mijn zuster. Hè. Dat liedje van de Stadsbader, jongens, dat mogen ze nog niet in de aula van mijn uitvaart draaien in Loo Christi. Ik zag ook een filmpje waarin hij dat live aan het performen was. Want dat heet dus nu performen voor de Case Choice zelf. Die zaten daar dan ook te doen alsof ze het leuk vonden. Pas op, ik versta dat. Die artiesten krijgen dan een gratis snoepreis aangeboden. Alles erop en eraan. Dagelijks bewierookt. Allahu Akbar. En wijsgemaakt dat ze sterren zijn. Op den duur geloven die dat ook en beginnen die dan buiten zichzelf te treden. En vinden die alles goed, hè? In dat filmpje zijn die jongens een klanken volgens mij. Alles behalve, ik denk dat we met wat moeite een taaldeskundige hem kan lokaliseren. Niet alleen zijn dorp, maar zelfs tot in zijn straat. En de BRT, die mannen die zijn dan zo slim om het nieuwe paradepaardje van de VTM af te snoepen en de indruk te geven dat zij hem ontdekt hebben en hem ook draaien. Ah ja, want op Q, de VTM-zender, is alle Vlaams gedoe compleet beneden hun waarde, hè, zeg. Dat is populistische pulp, daar doen wij niet aan mee, hè. En dan die overwinning van die Niels. Dat is zoals de geleide lotingen van de FIFA. Die weten ook op voorhand welke ploegen er tegen elkaar gaan spelen. Maar die houden dan toch nog voor de show een trekking, le tirage. Idem dito met de zomerhit. Die andere kandidaten, die beseffen dat natuurlijk. Maar die zwijgen, want als ze zwijgen, worden ze ook gedraaid. En alle anderen... Sliep. Jij niet, hè? Want van alle mogelijke kandidaten, misschien 150 op zijn minst, houden ze er bij de BRT nauwelijks 10 over. Zeg maar de vriendjes, al de rest is niet goed genoeg. En vervolgens zetten ze nadars. Nadars, hekkes. Zodanig dat de schapen, die moeten sms'en, die moeten gescheerd worden. Of geschoren. Alleen nog tot bij die ene kapper kunnen geraken, Niels de Stadskapper. Oké, ja, je laat ook de anderen een beetje meedoen. Voor de buikvulling, om de indruk te geven dat het toch wel eerlijk verloopt. Mannetjes. Ik heb dit soort dingen ook georganiseerd, hè. Manipulation du peuple. Ik weet hoe dat je dat moet doen, hoor. Je denkt toch niet dat jullie daarin de enige specialisten zijn, hè, zeg. Enfin, het publiek heeft gekozen. Ik zou die kloefkappers wel eens bij elkaar willen zien, dat publiek. Diegenen die voor al de rest van de Vlaamse bevolking beslist hebben dat dit het dan nu is. Verover mij van Niels de Stadsbader. Ik denk dat je u dan ettelijke breuken zou lachen. Ik ken er ook een ganse hoop die aan dat soort pols meedoen. En ik moet u zeggen, je kunt de wedstrijd dan beter zelf fixen. Ik, be-
begrijp alleen niet dat er na al die jaren toch nog altijd Vlaamse artiesten zijn die met de moed der wanhoop toch proberen aan boord van het vlaggenschip Radio 2 te kruipen. Je kunt makkelijker in een rubberbootje de Middellandse Zee oversteken tot in Brussel geraken en hierbij een of andere good mensch iets opnemen en brabbelen in het Orlof of het Swahili als je dan toch echt gedraaid wil worden. Dat je dan nog altijd niet door hebt, zeg. Overigens, ik moet zeggen, ik vind die Sammy Moore wel iets hebben om een zomerhit te zijn, maar een jongen die inzetkachels en open haarden verkoopt, je kan toch onmogelijk een zomerhit hebben, hè, zeg. Die is verantwoordelijk voor veel te veel fijn stof in onze maatschappij. Kom maar, hey, dat kan niet, hè. Hey, dat kan niet, heb je. Hey, ja, ja. De perceptie. Ik heb de perceptie tegen. Baila, baila. Goed, goed, goed. Op het ritme van de salsa. Kunnen we helaas geen zomerhit maken, hè? Het nummerke zelf is goed, hoor, maar... Thank you for flying Rudy Air.